Jij denkt dat jouw hond groot is? Dan heb je deze nog niet gezien. Dit is de top 10 grootste hondenrassen ooit. We beginnen bij de Anatolische herdershond op nummer 10. Het is een erg grote hond met een waaks karakter. Zijn familie wordt continu goed in de gaten gehouden. Deze hond kan een schofthoogte hebben van wel 78 centimeter. Nummer 9 is voor de Ierse wolfshond. Deze hond is een echte familiehond en leeft het liefst in het midden van het gezin. Hij is erg groot en kan maar liefst tot 79 centimeter groot worden. Plaats 8 is voor de Lancer ECT. Deze hond wil graag activiteiten ondernemen met zijn baas en zit het liefst nooit stil. Hij is erg actief, zelfverzekerd en aanhankelijk. De Lancer wordt maar liefst 80 centimeter. Vervolgens op nummer 7 staat de Pyreneese berghond. Deze hond is erg aanhankelijk en waaks naar zijn familie. Hij kan erg koppig zijn, wat hem niet geschikt maakt voor onervaren baasjes. De Pyreneese berghond wordt tot wel 80 centimeter groot. De Leonberger staat op nummer 6 in dit lijstje. Deze hond lijkt op een leeuw door zijn manen en donkere snoet. Hij is een echte familiehond en vereist veel dagelijkse beweging. Ook de Leonberger wordt 80 centimeter groot. Op nummer 5 hebben we de Barsoi. Deze hond behoort tot de windhondengroep en is het snelst uit dit rijtje. Ze vereisen door hun snelheid en grootte enorm veel beweging. De Barsoi wordt tot wel 85 centimeter. Plaats 4 is voor de Akbas. Deze hond komt van origine uit Turkije, waar zijn naam wit hoofd betekent. Hij heeft een zachte, witte vacht en heeft een gespierd en edel lichaam. De Akbas kan wel 86 centimeter worden. En dan komen we alweer aan bij nummer 3, de Deense Dok. Hij is even groot als dat hij geliefd is en wordt ook wel het grote schoothondje genoemd. Ze zien er intimiderend uit, maar hebben een heel liefhebbend karakter. Ook de Deense Dok kan wel 86 centimeter worden. De op één na grootste hond ter wereld is de Sint Bernard. Hij ziet eruit als een grote teddybeer. Zijn karakter klopt hierbij. Hij is erg liefhebbend en houdt van een dikke knuffel. Deze hond kan maar liefst 90 centimeter groot worden. Ja, en de Mastief is de allergrootste hond ter wereld. Hij is afkomstig uit Groot-Brittannië. Deze hond heeft een indrukwekkend uiterlijk door zijn grootte, gewicht en donkere snuit. Hij kan wel 91 centimeter worden. Beeld je dat maar eens in de woonkamer.